Ja, welkom terug bij de online praktijkdag van Schouders Eronder. We gaan nu inzoomen op de doelgroep mensen met een LVB, oftewel de licht verstandelijke beperking. Daar ga ik met jullie over praten, uiteraard via de Q&A. Maar ik heb ook twee gasten die online bij ons zijn aangeschoven. Maar voordat ik naar hen ga, ben ik even benieuwd vanuit jullie. En die WordCloud-vraag staat inmiddels ook open. Ja, wat is een LVB? Wat zijn de kenmerken van een LVB? Die mag je hier met één of twee woorden gaan beantwoorden. Hoe vaker een woord ingetypt wordt, hoe groter die gaat worden. Want dat systeem van de WordCloud. En dan kunnen we eens kijken wat jullie daarvan zeggen en hoe we kijken naar een LVB. En of onze experts vinden dat inderdaad klopt. We kijken ondertussen even naar het schermpje. Ik kijk op mijn iPad even met jullie mee wat er naar voren komt. Dus wat zijn de kenmerken van een LVB? Ik zie een laag IQ komen, geen of lage opleiding, IQ van 50 tot 75, begrip zie ik nog staan, laag IQ wat vaker genoemd, dus die wordt ook automatisch wat groter zoals we kunnen zien. Zijn er nog andere kenmerken? Dus wanneer is er sprake van een LVB? Beperkt redzaam. Langzaam van begrip, laag geletterd, oplossen van problemen. Wellicht daar wat moeite mee dat bedoeld wordt. Korte termijn denken zien we vaker, cognitieve beperking. Ze worden ook overschat. De verwerkingssnelheid is anders op het moment van een LVB. Een IQ kleiner dan 70 wordt er ook gedefinieerd. En, hij blijft mooi vullen met de verschillende punten die naar voren komen. Ja, ik ga onze gasten erbij halen. Alice Jongerius, jij bent directeur van de vereniging LFB. Welkom, Alice. Dank je. Fijn om je te zien. Christian Sloof, senior contract manager bij de gemeente Rotterdam Maatschappelijke Ontwikkeling. Welkom. Hallo. Hartstikke goed. En jullie hebben de definities, de kenmerken van de LVB ook gezien. Alice, wat zie jij op het scherm? Herken je dat? Wat ik net op het scherm heb gezien, dat is, sommige dingen zijn herkenbaar, mm-hmm. Maar soms sommige dingen zijn ook al anders. Ja, want mensen misschien niet weten, maar dat kan ik nu gaan vertellen. Jij bent ook een ervaringsdeskundige, want jij hebt zelf een lichtverstandelijke beperking. Ja, klopt. Goed zo. Jij gaat met ons meepraten, want jij gaat ons eigenlijk inzicht geven in hoe het is om als lichtverstandelijk beperkte in onze wereld rond te lopen. Wat jij weet vanuit mensen die zich bij de vereniging melden, waar ze tegenaan lopen. Ja, Christian, vanuit jouw werk heb jij ook veel ervaring en kijken we ook zeker naar de praktijk wat de impact eigenlijk is. Als je kijkt naar vanochtend, hebben we het ook even kort over gehad. Hè? Hebben we de definitie heel erg gehad op het IQ. Hoeveel, 1 tot 1,5 miljoen mensen om en nabij die met een LVB geregistreerd zijn. Werd ook gezegd dat aantallen totaal niet belangrijk zijn, want het gaat om het plan wat je ermee hebt. Sluit jij je daarbij aan, Christian? Nou, even eerst reageren op wat ik zag. Die cloud die klopte aardig. Ja. Alleen hij wordt in de praktijk vaak wat ruimer gezien. Dus ook tot en met 85. Maar het IQ zegt dus niet zoveel. Dat nee. Is wel iets waar heel veel mensen het over eens zijn. En zeker als we kijken of de ondersteuning nodig is, kijken we daar ook een combinatie met gebrekkige redzaamheid. Dus dat stond er net ook al. En dan ook vaak sociale redzaamheid is daar heel erg belangrijk in. Want dat is de reden waarom mensen vaak een stukje extra ondersteuning nodig hebben. Ja, nou werd er ook gezegd vanochtend wel, hè, dat voornamelijk mensen die rond het IQ van die 85 zit, het eigenlijk best wel goed kunnen verbloemen. En daardoor wordt het vaak niet of heel laat pas gezien. Herken je dat uit de praktijk, Christian? Ja, en dat gaat zelfs nog veel lager dan 85. Het is echt, ik hoor casussen voorbij komen, ja, dat klinkt zo kil. Mm-hmm. Situaties met mensen die gewoon op 16-jarige leeftijd op de middelbare school worden onderkend. Niet eens de middelbare school, dat is al de voortgezette opleiding. Ja. Dat ze een IQ hebben van 70 of zo, terwijl het nog nooit onderkend is. Dus het is best heel moeilijk. Ja. Dat is tevens een van de grootste uitdagingen. Ja. Alice, het wordt niet voldoende gesignaleerd, hè, dat achter die schulden wellicht een lichtverstandelijke beperking zit. Waar gaat het mis in jouw optiek?
Ja, het gaat vooral mis, denk ik, in de communicatie. Dat vaak worden toch dingen anders begrepen. Of in moeilijke brieven, die lees je gewoon heel anders. Omdat iedereen, als wij met z'n allen dezelfde brief lezen, Ja. lezen we misschien toch allemaal anders. En dat is ook de kunst van onze Nederlandse taal, die is zo breed. En de een heeft het vermogen om dat nog wel een beetje te ontcijferen. En de ander juist weer helemaal niet. En dat is wat Christian net zei. Dan is het belangrijk dat je ja, de juiste hulp kan krijgen. Ja. Zodat het daar in elk geval niet misgaat. Nee, hoe die hulp eruit moet zien volgens jullie, komen we zo even op terug. Christian, in de gemeente Rotterdam waar jij werkt, hebben jullie screeners die jullie structureel inzetten. Kan je dat kort toelichten? Ja, dat is het is een welgevalideerd instrument. Het heeft ook echt een hoge betrouwbaarheid als je het dus vergelijkt met gewoon een IQ-test. En dat heet de Skill op het ogenblik. Er wordt trouwens een SCAF ontwikkeld. En die is eigenlijk, vinden wij, interessanter, want die meet niet zozeer de intelligentie, want dat doet de Skill. Maar Ja. die meet de sociale redzaamheid. En dat zegt veel meer of iemand zelfredzaam is. Ja. En hoe wij het proberen in te zetten, is dat wij kijken. Wanneer willen wij het nou echt weten of iemand een licht verstandelijke beperking heeft? Want in heel veel gevallen willen wij het eigenlijk helemaal niet weten. Nee. Want wij vinden eigenlijk dat, nou ja, ik hoorde net getallen, maar als je kijkt naar puur het IQ, is het getal nog veel hoger namelijk. Het gaat over 15,5% van de Nederlanders. Als ik het in Rotterdam zie, zijn het 100.000 mensen. Wij vinden gewoon dat er eigenlijk normale mensen zijn. Ja. Dus wij vinden dat onze normale manier van werken daarop ingeregeld moet zijn. Dus. Aan de ene kant zeggen we vinden eigenlijk dat er heel veel aangepast moet worden, omdat mensen het gewoon niet meer bij kunnen benen. Dat is ook de reden waarom we het überhaupt er nu over hebben. Mensen komen in de schulden terecht, die krijgen allerlei problemen. En in sommige situaties zeggen we, dan hebben ze extra ondersteuning nodig. En dan gaan wij dus echt ja, zorgpartijen inhuren om dat te leveren vaak, of onze eigen wijkteams. Ja, en dan vinden we het wel belangrijk om te constateren dat er sprake is van een LVB. Want we zien in de praktijk dat heel veel cliënten in bijvoorbeeld de GGZ terechtkomen. En daar wordt dan al helemaal niet rekening mee gehouden dat er een LVB is. Meestal, niet altijd. Sommigen doen het wel. Dus dat proberen we vooral bij onze loketten dan goed in te regelen. Dat er wel degelijk een check komt. Of vaak met een screener. Ja, Want die screener is om een vermoeden vast te stellen. Dat doe je eigenlijk niet op basis van een gesprek in heel veel gevallen. Nee, maar goed, op het moment dat je dus overgaat tot die screening, moet er wel een eerste vermoeden inderdaad zijn van goh, misschien ligt er achter deze schulden een LVB. Nee? Nee, wat ik zeg, wij willen juist op sommige plekken, hè, en dan kan er natuurlijk ook sprake zijn van een LVB, Ja. maar dan hebben we het over echt extra ondersteuning, willen we gewoon zeker weten of er een LVB is. En dat is een van de grootste misverstanden, ook al hebben we heel veel professionals. Ik kom zelf uit de zorg voor mensen met een LVB, daar had ik heel veel gedragskundigen werken. Ook zij konden het niet op basis van een gesprek eruit halen. Nee. Dus willen wij het zeker weten, dan gaan wij op zeker dus een screener inzetten. Maar wanneer, Tenzij. wat is dan het criterium waarop je beslist dat je het zeker wilt weten? Nou, of wij dus daarna extra ondersteuning echt gaan inzetten. Dus als je een paspoort komt halen, vind ik het helemaal niet zo interessant. Maar als wij iemand naar een voorziening, in een voorziening op laten nemen via de WMO, dan willen we wel zeker weten wat is nou de onderliggende problematiek waarom iemand die hele intensieve ondersteuning nodig heeft. Ja. En dan willen we wel degelijk kijken van is hier niet mogelijk sprake van LVB. Dat doen we natuurlijk niet bij iedereen. Nee, Iemand die precies. net van, weet ik wat, zijn VWO afgerond heeft, ik noem maar wat, ja, die hoeven geen screener meer af te nemen. Nee. Dus op het moment dat er dus een zorgbehoefte komt, kiezen jullie in sommige gevallen voor om eens echt te kijken, oké, is er sprake van een LVB? Dat willen we zeker weten, zodat we echt naar de achterliggende problematiek kunnen en niet alleen maar even een pleister plakken, met vervolgens weer nieuwe problemen. Precies. Nou zegt Christian net, Alice, dat het in een gesprek bijna niet op te pikken is of iemand een LVB heeft of niet. Herken je dat? Ja. En dat is natuurlijk ook het lastige wat net ook op de woordenwolk te zien was. Overschatting en onderschatting ligt daardoor op de loer. En ik ben het helemaal met Christian eens. Zou het niet gewoon mooi zijn dat je één product kan maken voor iedereen die dat nodig hebt en waarin hij het niet snapt of waar dat bij welke pleister dat dan ook moet horen, dat je dat dan niet altijd hoeft te weten en dat je je daardoor zo gelijkwaardig mogelijk kan voelen en dat je dan pas echt meer nodig hebt toe naar een gemeente als dat echt van belang is.
Als je ouder wordt of je krijgt ineens een spoedopname omdat er iets in je leven gebeurt, dan is het relevant. Ja. Maar nu hebben we overal hokjes en documentjes voor en niemand weet meer waar die in hoort. En voor gemeentes wordt het ook steeds moeilijker. En die zeggen ook van wij willen gewoon iedere klant op waarde schatten naar wat hij nodig hebt. En dan hoeven we niet altijd het hele medische dossier van te weten. Nee, dat begrijp ik. Dus jij zegt, wij moeten niet het label, hè, maar ik heb een LVB. Voor mij hoeft er niet in het gemeentesysteem standaard te staan dat ik een LVB heb. Ik vind alleen op het moment dat het relevant is en ik breng het naar voren of het wordt onderzocht, dan is het een bespreekpunt. Ja, ja. Dan, want ik ben ook gewoon ik. En er zijn ook heel veel andere mensen die nog wel eens voor de zekerheid de gemeente bellen of langs gaan aan een loket. En dan denk ik van ja, misschien ben ik ook wel zo'n iemand die het loket bezoekt om even nog een steuntje in de rug te krijgen. Maar moet je met een grote plakken LVB op je voorhoofd gaan lopen? Ja, dat moet je ook niet willen. En ik denk dat de maatschappij daar dan ook niet echt beter van wordt. Nee. Christian, we hebben geconstateerd hè, dat het systeem, zoals we dat in Nederland hebben, voor heel veel doelgroepen die we vandaag al gepasseerd hebben, eigenlijk gewoon te lastig is en te ingewikkeld. Ik neem aan dat diezelfde conclusie voor mensen met een LVB getrokken kan worden. Ja, precies. Ja, ik zeg altijd, ik ben geloof dik 30 jaar terug ooit zelf op de groep begonnen met mensen met een verstandelijke beperking. Ja, termen als LVB en dat soort dingen, die waren helemaal niet bekend. We hebben het er nu over, omdat de samenleving zo ontzettend ingewikkeld geworden is en snel, dat heel veel mensen het niet bij kunnen houden. En dat geldt trouwens niet alleen voor mensen met een LVB, dat geldt voor heel veel groepen. Dus het is eigenlijk de uitdaging om daar eigenlijk te beginnen. Mm-hmm. En waar ligt voor jou het begin dan? Wat zouden we moeten doen? Je kan bijvoorbeeld hele hoge eisen stellen als iemand een uitkering komt aanvragen en hem naar huis sturen met heel veel huiswerk. Maar ja, we weten één ding van tevoren, dat heel veel mensen niet meer terugkomen. Ja, pas als ze heel zwaar in de schulden zitten. Ja. Dus voor de persoon is dat natuurlijk dramatisch, maar eigenlijk voor de samenleving ook. Want die merkt er ook van alles van. En degene die hem naar huis gestuurd heeft, de gemeente of een andere, die krijgt hem uiteindelijk de persoon weer terug met nog veel grotere problemen. Ja. Dus daar schieten we eigenlijk helemaal niets meer op. We hadden vanochtend onder andere Lex aan tafel zitten, directeur Sociaal Werk Nederland. Hij zei, we moeten weer terug naar die bodem. Hè? We moeten weer op het gemeentehuis iemand hebben die je ontvangt. En ook op andere instanties natuurlijk, met een kopje koffie en zegt, hè, wat kan ik voor je doen? En daarna, ik ga bellen en ik ga je helpen. Is dat wat jij ook zegt? Nou, je moet A, proberen om het sowieso simpel te houden. En je moet ook incalculeren. Want ik hoor ook altijd, er moeten simpelere brieven en weet ik veel wat. Maar let op, heel veel mensen kunnen al überhaupt geen brief lezen. Dus je moet ook altijd zorgen op sommige plekken dat er dus iemand als een bode direct is om die persoon te helpen. Ja. Alice, wat heb jij nodig binnen het systeem? Nou ja, wat ik nodig heb is... Ja, dat ik me begrepen kan voelen en dat ik me vragen kan stellen en dat ik me weg kan vinden. Maar zelfs dat is voor mensen die zelfstandig gaan wonen ook heel moeilijk. Je digitale weg vinden en wat moet je klikken en wat moet je invullen. Mm-hmm. Dus dat zijn wel dingen van, en als zo'n bode je daarbij zou kunnen helpen, of een stukje, dan weet je van, wat ik nodig heb, wat ze vragen, heb ik ook goed ingevuld. Ja. Terwijl je dan beter zelf geholpen wordt. En ik kan de gemeente dan ook weer goed helpen, omdat ik alles dan op de juiste manier heb ingevuld. En niet later weer, wat Christian zei, later nog een keer komen en dat het probleem eigenlijk alleen maar groter is geworden. Ja. Omdat er weer helemaal niks van klopt. Nee. Dus je hebt letterlijk inderdaad iemand nodig waar jij heen kan gaan om te zeggen, oké, dit moet er nu gebeuren. Help mij dat invullen, help mij daar doorheen. Zodat we het allebei het voordeel hebben van het in één keer goed doen. Nou ja, ik denk dat mensen die echt in de schulden zitten of echt dingen moeten invullen via een gemeente of website, ja, dat gewoon heel duidelijk moet zijn en makkelijk vindbaar moet zijn. Ja. En ook van,
dat daar soms, dat je ook kan zeggen van nou, mocht jou dat niet zelf lukken, ga dan naar het gemeentehuis toe of gemeenteloket waar je woont. Ja. En of zet er een adres of telefoonnummer bij, dan kan diegene jou even helpen, zeg maar. Ja. We hebben het ook eerder gehad over brieven die er dan gestuurd worden vanuit onder andere gemeenten of andere instanties. En jij zegt ook, die zijn veel te ingewikkeld. Ja, ja, sommige brieven van de gemeente, ja, daar moet ik echt 3 of 4 keer lezen. En dan nog vraag ik aan anderen van, goh, wat wordt hiermee bedoeld? Ja. En wij proberen ook echt met gemeentes mee te denken, hè? Want de gemeente heeft natuurlijk heel veel klanten in hun bestand en heel veel mensen te bieden. En je hoeft ook niet allemaal één en hetzelfde te zijn, want dat ben je niet. Maar wij horen vaak van mensen van ja, maar als ze de belangrijke dingen naar bovenaan zetten, zodat we die gelijk in kunnen vullen en al het andere informatie aanvullend kunnen geven. Want vaak zeggen mensen van oeh, er staan toch wel moeilijke woorden in, zo'n brief is veel, er staan geen plaatjes bij. En überhaupt, als je al niet, net wat Christian zei, als je niets kan lezen, dan moeten er ook misschien zat andere oplossingen gevonden worden. Of voor mensen die laaggeletterd zijn, die lopen daar misschien ook tegenaan, waardoor ze de mis ingaan. Dus ja, ik denk dat daar ook nog wel winst in te behalen valt. Ja, dus jij zegt, hè, 2 praktische dingen die gedaan kunnen worden is zorgen dat er in ieder geval bij de instantie, bij het bedrijf waar je mee te maken hebt, in ieder geval iemand is waar je naartoe kan, hè, die je letterlijk kan helpen om dingen goed in te vullen. En daarnaast die brieven, die moeten we echt anders in gaan richten. Met in ieder geval als belangrijke verbetering, zet de grootste boodschap bovenaan. Zet er een mooi kadertje omheen of een pijl. Maar dat jij direct kan zien, hey, dit wordt er van mij verwacht. Want dat helpt, zodat je niet verdrinkt in eigenlijk alle andere informatie die eerst genoemd wordt. Ja, dat heb ik soms ook, weet je. Dan wordt er zoveel gevraagd en dan check ik het altijd even met mensen om me heen. Van ja, heb ik mijn burgerservice nummer goed ingevuld? Wat was dat ook nummer ook alweer? En het is allemaal heel simpel voor een ander die denkt misschien, goh, wat ben jij dom? Maar ja, dat is niet voor iedereen heel makkelijk. Want die vullen soms zoveel nummers in en misschien soms ook zoveel door elkaar. Dat je dus echt goed moet kijken van de taal die ervoor gezet wordt, hè, je IBAN-nummer, dingen die je vaak doet, die worden dan makkelijker. Maar als iedereen daar een ander naampje voor geeft, dan wordt het juist ingewikkelder. Dus ja, dat ligt er heel erg aan. Ja, Christian, ik zag jou glimlachen net. Herkenning? Ja, ik zit ook altijd nog te denken, welk nummer vragen ze hier nu weer? Want er worden ook niet altijd even consequente termen gebruikt, et cetera. Ja. Ja, en wat ik ook altijd opvalt, ook als ik een brief krijg, dat er heel vaak niet bij staat wie ik eventueel makkelijk kan bellen als er een probleem is. Ja, nou dan loop je echt helemaal vast. Ja, zeker. Jij zei, als we het systeem goed inrichten, hebben de meeste mensen überhaupt geen ondersteuning nodig. Klopt, ja. Ja. Want wij creëren, nou wat ik altijd heel erg zeg, ja, ik zit dus aan de zorgkant en wij kopen dus heel veel zorg in. Daarvoor zat ik aan de andere kant bij de zorg. Maar de medewerkers zijn voor een groot gedeelte bezig om mensen te ondersteunen die met allerlei instanties te maken hebben. Ja. Die instanties die hebben dus heel ingewikkeld en moeilijk gemaakt. En daar zijn allerlei andere mensen weer bezig om te helpen bij. Nou ja, dat scheelt een heleboel hoor, als dat gewoon een stuk simpeler gaat. Ja, hoe komen we daar? Hoe komen we naar dat simpelere? Nou, het begint met bewustwording. Want wij denken allemaal, ik werk nu 4 of 7 jaar bij de gemeente en iedereen denkt, ja, het moet allemaal rechtmatig en daarom moet het allemaal heel ingewikkeld en juridisch kloppen, et cetera. Maar het een sluit het ander helemaal niet uit in mijn optiek. Dus je zal soms dingen vast moeten leggen, maar je zal altijd moeten beseffen dat er ook een simpelere uitleg moet zijn en een goed benaderbaar systeem. Ja. Dus wij hebben ook gezegd, iedereen heeft recht om iemand persoonlijk zakenkundig te spreken krijgen. Face-to-face.
iets als een soort bazaal uitgangspunt hoe je service moet verlenen. Is nog lang niet overal geregeld hoor, en een vanzelfsprekendheid. Ja, een kleine ingreep. Het klinkt zo logisch, maar het is het helemaal niet in de praktijk. Een kleine ingreep die je eigenlijk als organisatie morgen al in zou kunnen stellen als regel. Hè, er moet in ieder geval iemand altijd telefonisch bereikbaar zijn en het liefst daarnaast ook nog fysiek. Zodat als er onduidelijkheden zijn, dat ze ook daadwerkelijk direct geadresseerd kunnen worden. Ja, maar dat is dus in de praktijk een gigantische omslag voor heel veel instanties en onderdelen van ook gemeentes, et cetera. Ja, precies. Ja, maar dat je diegene ook makkelijk kan bereiken. Onze collega's hebben een keer met Sembla met hem meegedaan en dat ging over de technologie in de snel dynamische wereld waar wij nu in leven. En ja, dan volg je het gewoon niet meer. En het is heel moeilijk als ik naar een gemeenteloket bel en ik krijg eerst een menu waar 7 opties zijn en ik moet dat onthouden. En ik krijg dan iemand aan de lijn en dan me vragen en dan is die er weer niet. Terwijl ik denk van ja, als de optie van Christian echt toegejuicht wordt, dan denk ik ja, dan is dat toch een stuk makkelijker. Ja. Dan hebben ze het en veel goedkoper en het probleem is gelijk kortbij en wordt sneller opgelost. Ja. Gewoon een rechtstreeks nummer, weer de oude telefoniste aan het woord. En die kan jou dan wel doorverbinden met de persoon die je moet spreken. Een andere praktische tip die jij mee wilde geven, Alice, is dat hulpverleners ook echt moeten doorvragen en moeten checken op het moment dat ze met iemand die een LVB heeft of een vermoeder van LVB te maken. Waarom vind je dat zo belangrijk? Nou ja, ik vind het wel heel belangrijk dat als je doorvraagt, en de LVB is van belang om die te herkennen en om daar goed iemand mee te kunnen helpen, dat dat op een respectvolle manier gebeurt. En dat ze dus ook goed luisteren naar wat diegene zegt. Want vaak door alleen al te luisteren van joh, klopt het dat ik jou dit en dit hoor zeggen? Zal ik het? Of goh, dat een telefoniste vraagt of zo'n bode vraagt van joh, wat wij nu gedaan hebben, wil jij dat eens voor mij samenvatten? Ja. En dat zijn al hele handige tips waardoor zij kunnen merken van hey, heeft iemand het begrepen of zijn er nu nog op dit moment vraagstukken die door het communicatie wat je gehad hebt met elkaar, die toch nog niet duidelijk zijn. En zo kan iemand wel herkennen van hey, deze persoon heeft even meer tijd nodig en iets meer aandacht nodig, dan kunnen ze daar makkelijker op inzetten. Ja, dus vooral goed doorvragen en ook checken. Laat iemand zelf samenvatten of die het begrepen heeft, want dan weet je zeker dat iemand niet weggestuurd wordt met nog weer een nieuw probleem wat er wellicht bij komt. Ik keek tijdens je antwoord al even naar beneden naar mijn iPad, want ik zie wat mooie vragen en opmerkingen. Het wordt ook gezegd heel verhelderend en helpend, Alice, dank je wel. Dus dat is een mooi compliment. En Imme zegt ook, mensen met een LVB kunnen heel erg helpen met het vereenvoudigen van teksten en procedures. Dus laten we vooral goed naar hen luisteren. Laten we niet over mensen praten, we hebben het vaker gezegd, maar praat met ze en laat ze je ook helpen om de jungle die we gecreëerd hebben wat toegankelijker weer te maken. In Vlaardingen heb je de formulierenbrigade, dus daar gebeurt het gelukkig al, Christian, die mensen kan helpen. En dat er gewoon naast telefonisch ook e-mail ingezet moet worden, omdat het soms misschien ook lastig is om te moeten bellen, maar dat een e-mail sturen dan veel prettiger is, omdat je het ook even kan checken voordat je het verstuurt. Dus mooie tips die altijd meegegeven wordt. En dat we goed kijken om mensen te betrekken bij het proces. Ja, woon ik in Vlaardingen, dus dat vind ik wel erg handig dat ik daar naar die formulierenbrigade kan. Dus dat scheelt. Ja, en ik hoop ook juist dat mensen ook enthousiast worden van het verhaal wat Christian vertelt. Dat ook gemeentes zich uitgenodigd voelen om bij andere gemeentes in de keuken te gaan kijken. Van hey, hoe doen jullie dat nou? En niet dat ze iemand aan het loket zeggen van ja mevrouw, u woont in de gemeente Utrecht. Als u dat moet hebben, ja dan moet u maar naar Vlaardingen verhuizen. Waarom zouden de gemeentes, ja, weet je, ze zijn allemaal gemeentes, ze staan allemaal voor hetzelfde doel, voor de klant. Hè, de klant zo goed mogelijk helpen waar nodig is en met wat nodig is. En dan denk ik, als je het met z'n allen goedkoper wil maken en met z'n allen
beter wil doen, waar de klant en de gemeentes elkaar heel erg in kunnen helpen, dan hoop ik dat gemeentes dat ook steeds meer gaan doen. Ja. En juist daar ook weer van gaan leren van elkaar. Ja. Ja, Christian, daar is geen spel tussen te krijgen, hè? Nee, ik ben daar het 100% mee eens. En wat ik ook wilde toevoegen, want we zijn heel goed in praten over in gemeentes. En ook dus ook wel met ervaringsdeskundigen praten. Maar laat ervaringsdeskundigen daadwerkelijk het proces doorlopen. Ja. Wat je hebt bij een loket. Dus gewoon nodig een aantal mensen uit en laat die gewoon alles doen. Dus de uitnodiging, het gesprek, de stappen daarna. En kijk hoe ze daar uit de voeten kunnen. Want dan krijg je ontzettende waardevolle opmerkingen over hoe het misschien toch veel anders kan. Goeie, mooie, waardevolle tip. Dus ga als gemeente met elkaar praten. Ga niet het wiel opnieuw uitvinden, want je hebt hetzelfde belang. Maar zorg dat je allemaal op dezelfde manier het inricht, zodat het toegankelijk is. En ga dat ook samen met mensen met een LVB doen, zodat je zeker weet dat je systemen kloppen. En laten we eerlijk zijn, het is ook zonder LVB soms al verdomd ingewikkeld om dat formulier goed in te vullen en om die brief te snappen. Dus ik pleit er persoonlijk ook voor dat we het allemaal gewoon wat simpeler gaan zeggen. Alice, jij bent directeur van de LFB, dus jij bent ook actief, hè? Eigenlijk dagelijks om te zorgen dat de wereld voor mensen met een LVB toegankelijker wordt. Ja. Wat moet voor jou volgend jaar bijvoorbeeld nou echt eens gaan gebeuren? Wanneer word je dan heel gelukkig? Nou ja, ik denk ook, we leven nu ook een beetje in een rare, gekke tijd met corona, maar dat ook digitale dingen simpeler zouden kunnen zijn en toegankelijker voor mensen met een beperking. En natuurlijk als directeur van de LFB pleit ik daar heel erg voor. En we zijn heel veel, met heel veel partijen, zijn we al op de goede weg, hoor. En die zijn echt bereidwillig om mee te denken. En die doen echt hun best. Maar ja, ik hoop gewoon dat er eigenlijk voor, maakt niet uit wie of wat je bent, of je nou een LVB hebt of je hoort in een andere een hokje, of je hebt een andere pleister toevallig op de het op de wond zitten. Ja, dat het gewoon, dat de taal en de digitale taal en wereld toch wel een stukje eenvoudiger eruit zou zien. Ik denk dat het een hele mooie oproep is. We hebben het vanochtend ook al gehoord. Hè. We zijn misschien een beetje, of misschien niet eens misschien, we zijn doorgeslagen in die efficiëntie, in die kostenbesparing, in die digitalisering. En we zijn de mens uit het oog verloren en we moeten daar weer naar terug. Dat vraagt moed van overheden om dingen te veranderen, maar ook van de medewerker zelf al. Iets simpels als een direct telefoonnummer of een bode in je ontvangsthal, zodat mensen ergens weer naartoe kunnen. Praten met mensen om wie het gaat, maar niet over mensen. En zorgen dat je samen een systeem bouwt waar we succesvol in worden. Vraag vooral ook heel erg goed door bij mensen met een LVB en check of ze het goed begrepen hebben. En laten we vooral zorgen dat de brieven minder ingewikkeld worden, hoofdboodschap bovenaan en alle mooie woorden van juristen en compliance officers mogen onderaan of misschien ook helemaal eruit. Want dan wordt het voor iedereen en niet alleen voor mensen met een LVB een stukje makkelijker en begrijpbaarder. En misschien ook nog de boodschap van Christian. Laten we ons als klanten, laat de klant niet leiden door het systeem, maar laat de klant het systeem leiden. Dan wordt het misschien voor iedereen een stukje makkelijker en dan heb je er zelf ook enorm veel plezier en profijt van, denk ik. Daar heb ik helemaal niks meer aan toe te voegen. Ik vind het een prachtige afsluitende zin. Christian, Alice, dank je wel dat jullie je praktijkervaring, je persoonlijke ervaring met ons wilden delen. En hopelijk hebben de professionals daar voldoende aan gehad om mooie stappen te kunnen zetten. Want inderdaad, in welke gemeente je ook woont, je zou gewoon iedereen, ongeacht wat je labeltje is, achtergrond is, je situatie is, we zouden gewoon geholpen moeten kunnen worden. En voor zorgen dat financiële problemen zo goed als de wereld uitkomen. Dank jullie wel. En heel veel succes, Alice, als directeur van LFB, want je hebt genoeg te doen nog. Zeker. Helemaal goed. Dank je wel. Graag tot een andere keer. Okay. Ja,
En dan zijn we naar deze LVB al bijna gekomen aan het einde van de online praktijkdag van Schouders Eronder. Maar niet voordat we het straks nog even gaan hebben met Mariska en Tewelde over de statushouders. Vanochtend hebben we al kort even wat feiten benoemd over deze groep in de inclusieve dienstverlening. Maar nu gaan we ook wat dieper kijken. Wat mooie voorbeelden naar voren halen hoe het is als je een statushouder bent. En even inzoomen op die wetswijziging per 1 januari 2022. Dat gaan we om 4 uur doen. Dus ik zou zeggen, pak nog even een lekkere middagsnack. Hè. Pak even een koekje chocola op het goed of een kuppensoep. En dan gaan we om 4 uur weer verder met het laatste onderdeel. Dus mensen met de statushouders en hun financiële